Dag bij scheikunde met Jim. Dit is waterstof maken met een waterstofmotor. En dat begint allemaal hier bij het spanningskastje. Van het spanningskastje lopen twee spanningsdraden, of gewoon elektriciteitsdraadjes, lopen naar het elektrolyseapparaat. Hier de min- en de pluspol. Door het elektrolyse vormt er waterstofgas in deze buis en zuurstofgas in deze buis. Het waterstofgas gaat via dit buisjeslangetje naar de opslagtank, waar het waterstofgas zich ophoopt. Je kunt hier misschien een klein beetje zien, tot 30, en dit is allemaal waterstofgas. Het zuurstofgas doet hetzelfde. Het gaat ook via het slangetje naar de opslagtank. Dat is iets minder, omdat er meer waterstofgas geproduceerd is, omdat H2O is, dus H2 is meer. Dan gaat het van het slangetje, zo van beide slangetjes, naar de brandstofcel. De brandstofcel vormt dan ook weer water, want ze brengt waterstofgas en zuurstofgas bij elkaar en dan vormt er energie. En die energie kunnen we meten met deze twee draden die samen naar de motor lopen. En dan kunt u de voltage zien en een ampère. En u kunt zien dat de motor aan het draaien is, waardoor u kan zien dat er energie vrijgekomen is. En als er energie is, kan je iets laten bewegen. Dat is dus de motor.